Een enorme brand had in de nacht van maandag op dinsdag een hoes in Stijn volledig in de as gelag. Het gezin dat hier woonde kon zichzelf net op tijd in veiligheid brengen. De woning sting al volledig in lichterlaaien toen de bewoners in de gaten kregen dat er brand was. Ze vluchtten via het dak naar de tuin van de buren en konden zo aan de vlammenzee ontsnappen. De vader van het gezin is overgebracht naar het ziekenhuis en hij heeft te veel rook binnengekregen. Na controle kost hij weer naar huis. De woning aan de Kelderstraat in Stijn is volledig verloren gegaan door de brand. Die is vermoedelijk rond 12:30 s'nachts uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. We staan hier in de Kruisstraat in Stijn. De brandweer is hier gealarmeerd voor een grote uitslaande brand in een boerderijwoning. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet helder en in de ochtend zal een onderzoeksteam van de brandweer een onderzoek instellen. Op het moment van het uitbreken waren er 3 bewoners aanwezig in het pand. Mensen hebben zich via het binnenplaatsje in veiligheid kunnen brengen en van daaruit heeft de brandweer ze kunnen redden. De mannelijke bewoner is ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij rook geïnhaleerd had. Het waren voorbijgangers die de brandweer belden, maar de brandweer kon het huis niet meer redden. De omliggende panden werden wel gered door de brandweerinzet. De politiejongen zoekt nog wat de brand heeft veroorzaakt. De bewoners moeten op zoek naar Angerongerdaak. Ze zijn alles kwijtgeraakt door de brand, behalve de papegaai. Die heeft de brand volgens de website Eind Limburg wonderwel overleefd.